Zaterdagochtend, zaterdag is het alweer en welkom bij deze livestream. We gaan het vandaag hebben over hoe je consistent nieuwe klanten aantrekt. En wat kun je nou doen om een consistente stroom van nieuwe klanten te krijgen? Dus allereerst een hele goede morgen. Ik zie Rory kijkt mee, Picture Me, Roling kijkt mee, Martijn Maurits kijkt mee en één andere persoon kijkt mee, zegt Instagram dan. Dus ook goede morgen voor één andere persoon die op dit moment meekijkt. En een goeiemorgen voor de mensen die nu of straks intunen via YouTube, via Facebook, via LinkedIn. We gaan het vandaag hebben over hoe je een effectieve, een consistente stroom van nieuwe klanten krijgt. Nou, dat gezegd hebben, het is nu op dit moment vier minuten voor acht. Om acht uur ochtends gaan we live. Dat is in principe de basistijd waarop we live gaan. Dus. Mocht je deze video nou later kijken en denken, hé, hey, weet je wat, Pim, ik wil gewoon gelijk de diepte induiken en gelijk aan de slag gaan met dit onderwerp van vandaag, spoel dan eventjes een minuutje of drie door. Dan kun je gelijk uh, beginnen wanneer de actie begint. En in het, uh, het heet van de strijd kun je jezelf mengen om met dit onderwerp, namelijk het consistent aantrekken van nieuwe klanten, aan de slag te gaan. Nou, voor die tijd ga ik nog eventjes goeiemorgen zeggen tegen iedereen. En uh, ik hoop uiteraard dat jullie een... Uh, een mooi weekend hebben. Het weekend is alweer, alweer begonnen. Ik heb zelf vandaag de, eigenlijk de derde dag van de spreken met Impact Bootcamp. Maar vandaag is dan de tweede dag, omdat ik gisteren dan vanwege de begrafenis van mijn oma de dag niet heb, heb kunnen doen. Nou, uiteindelijk wel een hele mooie uh, ceremonie, een heel mooi mooie afscheid kunnen nemen gisteren. En uh, gisteren heeft dus Freddy, de jongen die, uh, die gecoacht heeft. Heeft uh, een aantal toffe oefeningen met de deelnemers van de bootcamp gedaan. Dus de officiële dag uh, gaan we verplaatsen. Maar de deelnemers hebben dan een extra dag gehad. Hè. Dat is uh, altijd de mooiste manier om om te gaan met dit soort onverwachte obstakels. Om gewoon te zeggen: Nou, weet je wat, als ik er echt niks aan kan doen en het ligt echt buiten mijn zone van invloed. Laten we dan maar uh, iets van maken dat de deelnemers alsnog uh, iets beters hebben dan wat ze anders hadden gekregen. Dus gewoon een stukje extra overdelivery. Um, dus uh, Rory zegt: Goedemorgen, Pim. Goedemorgen allemaal. En Ido voor Burg kijkt ook mee. En die zegt: Gecondoleerd, Pim. Dus dankjewel ook. Ido, dankjewel. En ook een goeiemorgen voor de mensen die meekijken via Facebook, via YouTube. Welkom. Fijn dat jullie erbij zijn. Ik hoop dat jullie klaar zijn om zo dadelijk aan de slag te gaan. Dit onderwerp in te duiken. En um, dit is in mijn ogen een van de belangrijkste onderwerpen. Om onder de knie te hebben. Hè, om te voorkomen dat je. Een soort van rollercoaster komt waar je de ene keer veel klanten hebt en helemaal on top of the world bent en alles is fantastisch. En dan een maand later weer SIP zitten kijken omdat je weinig of geen nieuwe klanten hebt. Ja, dus hoe kunnen we daar wat meer consistentie in brengen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Goed, um, ik heb tegelijkertijd mijn laptop naast me neergezet met als doel om ook eventjes zelf in te kunnen tunen zodat als ik straks, ik heb voor de, voor de webinar van straks of voor de, voor de livestream. heb ik wat, um, wat slides en dergelijke uh, uh, geprepareerd. <laughs> Prepared. Dus uh, dat betekent dat het wel fijn is voor mij om mezelf terug te kunnen zien. Dan kan ik ook mijn scherm zien. Dus af en toe zal ik eventjes die kant op kijken. dan uh, zit ik gewoon weer lekker naar mezelf te kijken. Ik heb drie schermen van mezelf op dit moment voor me. Dus uh, kan, uh, je zou denken dat ik niet genoeg van mezelf kan krijgen. Maar goed. Dat, uh, dat valt op zich best mee. Goed, nou, we hebben nog één minuut. Dan gaan we beginnen met het onderwerp van vandaag. En ik zie ook op uh, Facebook, zegt Monique, zegt morning Pim. Ook voor jou, Monique, een hele goede morgen. Welkom dat je erbij bent. En dan gaan we toch zo echt starten. Vandaag ook weer een prachtige dag voor de boeg van de bootcamp, we gaan met de deelnemers gaan we de diepte induiken... op hoe ze hun call to action, hun pitch effectief kunnen doen... hoe ze zichzelf krachtig kunnen introduceren... hoe ze hun stemming krachtig kunnen houden op het podium... en nog heel veel meer uh, mooie dingen die vandaag te wachten staan. Dus ik kan niet wachten eigenlijk ook om straks aan de slag te gaan om tien uur. Maar goed, voor die tijd gaan we eerst hier, locked in... ingaan op hoe je nou consistent nieuwe klanten aantrekt. He, want een van de dingen... Afwachten totdat je nieuwe klanten eigenlijk vanzelf binnenstromen. Hopen dat jouw klanten enthousiast zijn en andere mensen doorverwijzen. Of hopen dat mensen jou ergens online je website kunnen vinden en vanzelf bij je binnenstromen. Dat is geen strategie. Ja, dat is meer een fantasie. En daar kun je niet een betrouwbare business op bouwen. Dus hoe kun je wel zorgen voor een consistente stroom? Van nieuwe klanten. Nou, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Daar ga ik je meerdere tips voor geven. Als je trouwens uh, dieper wil duiken, ik ga vandaag ook een aantal dingen uitleggen over een online funnel creëren. Als je dieper wil duiken in hoe je ook je online website kan gebruiken om die nieuwe klanten aan te trekken. Uh, een, uh, een vriend van mij, Maarten Lichthart, uh, waar ik laatst een, een interview mee heb gedaan. Een super toffe, leuke ondernemer die mensen echt helpt op het gebied van hun website verbeteren. Uh, om meer resultaten te krijgen, die geeft aanstaande dinsdag daar ook een gratis masterclass over. Dus als je zegt, hé, hey, ik wil nog dieper duiken in dit onderwerp, je vindt de link daarvoor, vind je boven of onder de video. Of op Instagram vind je de link in mijn profielbeschrijving. Uh, die masterclass is slechts voor een tientje, hè, gewoon vanuit het principe wat Maarten heeft van, hé, hey, people who pay, pay attention. Dus vandaar dat er een klein symbolisch bedrag tegenover staat om tien jaar van zijn marketingervaring uh, te leren, wat je misschien wel... Afhankelijk van hoe groot je bedrijf nu is en hoe ver je gevorderd bent. Maar wat je misschien wel tienduizenden of misschien wel honderden duizenden euro's zou kunnen opleveren. Ja? Dus um, aanstaande dinsdag gaan we daarmee aan de slag. En gaan we de diepte induiken in hoe je je website voor je kan laten werken. Nou, dat gezegd hebbende gaan we voor nu aan de slag met de content waar we vandaag mee aan de slag gaan. En Amber, ook een hele goede morgen. Ja, dus... Allereerst, hè, afwachten is geen effectieve strategie. Hopen dat de klanten vanzelf binnenstromen is geen effectieve strategie. Zelfs als je zegt: hey, Ik wil gebruik maken van mond-op-mond -mond reclame, ja, dan kun je ook daar kun je een strategie van maken. Ook dat kun je consistent en voorspelbaar maken. Hè, ik maak bijvoorbeeld zelf gebruik van mond-op-mond -mond reclame. En ik merkte bijvoorbeeld voor mijn afgelopen uh, webinar-training waar ik iets van 132 aanmeldingen uh, voor had, dat op dat moment dat ongeveer 30% van de mensen kwam via mond-op-mond -mond reclame. Via doorverwijzingen. Alleen het grote verschil is, ik heb niet gewoon gehoopt of mensen misschien potentieel anderen naar elkaar zouden kunnen doorverwijzen. Nee, het is ook echt een strategie geworden. Hoe ziet de strategie eruit? Simpelweg op het moment dat mensen zich aanmelden voor mijn webinar training, komen ze op de bevestigingspagina, en op de bevestigingspagina krijgen ze eigenlijk de vraag: van... hey zou je dit met anderen willen delen? Ken je ook andere mensen die ook fulltime willen leven van hun passie? En zou je deze training met hun willen delen? Dan krijg je toffe beloningen van mij. Dus ik maak het zo aantrekkelijk mogelijk voor mensen om te delen, omdat ik weet: hey dit is een effectieve marketingstrategie, mond-op-mond -mond reclame. Maar a, ik wil niet hopen en wachten dat het misschien potentieel gebeurt. en b. Ik wil ook niet niet in kaart hebben wat voor resultaat eruit komt. Dus ik gebruik een consistente voorspelbare strategie... waarbij ik mensen stimuleer, waarbij ik ze leuke toffe beloningen geef... en tegelijkertijd ook in kaart kan brengen van... hé, hey, hoeveel mensen komen er nou via mond-op-mond -mond reclame? He, dus ik heb, ik zal even mijn scherm delen. Ik heb daarvoor bijvoorbeeld een, uh, een tool. Het heet AppViral. En via AppViral kun je dus gewoon letterlijk zien... Van hey, hoeveel mensen, hoeveel leads komen er op een bepaalde training binnen? Um, en hoeveel van deze leads komen bijvoorbeeld via via via? He, dus je merkt hier, en dit is het interessante, he, even voor de mensen op Instagram, via YouTube, via Facebook en via LinkedIn deel ik nu mijn scherm. Dus als je zegt, hé, hey, ik wil ook echt de, de details induiken en de cijfers terugzien, duik dan eventjes, hop dan even over naar een van deze platformen. Uh, ik zal uiteraard ook zoveel mogelijk benoemen wat je ziet, zodat je uh, ook op Instagram en Facebook en YouTube een, uh, een beeld daarvan krijgt. Maar wat je dus ziet, hè, via mijn, uh, mijn pagina van mijn training, waren er 522 mensen die de pagina bezocht hebben uh, direct. Dat kan zijn via livestreams, via advertenties, via e-mail, via andere kanalen. En 154 mensen zijn er maar slechts via-via gekomen, via doorverwijzing. Dus dat is eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Dat is. Nou ja, uh, iets meer dan 1 vijfde laten we zeggen een kwart ongeveer. Um, maar er zijn 68 mensen, uh, 68 leads, gekomen vanuit die directe visits, maar er zijn 38 leads gekomen vanuit uh, referred, vanuit mond op mond reclame. Wat betekent, hè, je ziet hiernaast zie je de conversie. Dus van de mensen die direct op de pagina zijn gekomen, is 13%. Heeft zich ook daadwerkelijk aangemeld voor de training? Van de mensen die doorverwezen zijn, heeft 25% van de mensen zich aangemeld voor de training. Wat betekent dat? Dat betekent dat het dus ongeveer bijna twee keer zoveel mensen zijn die zich via via hebben aangemeld. Uh, qua, qua percentage. Het zijn er uiteindelijk consistent minder, alleen het is wel een groter percentage van de mensen die zich aanmelden. Dus waar het om gaat, waarom ik je dit laat zien, is je kunt dit gewoon in kaart brengen. Nou, het, het is niet een hopen en afwachten strategie. Het is een consistente strategie die voorspelbaar is. Nou, dus dat kun je ook bijvoorbeeld op mond-op-mond -mond reclame kun je dat toepassen. Dus het eerste wat ik je daarin wil meegeven, is um, eh, zorgen ervoor dat je je strategie consistent, voorspelbaar maakt. Als tweede, eh, je wil daar ook een soort voorspelling in doen. Eh, dus je wil een funnel-strategie voor jezelf uitwerken, en eigenlijk voor jezelf in kaart brengen van oké, okay, Hoeveel mensen heb ik nou nodig? Nou ja, als ik met mensen spreek en mensen zeggen bijvoorbeeld: van nou, ik wil, ik wil uh, 5000 euro per maand verdienen. of ik wil 10.000 euro per maand verdienen. Oké, okay, prima. Wat kost je product? He, je, je, je training of je coaching. of je, je groepscoaching. of wat je dan ook aanbiedt. En hoeveel klanten heb je er dan voor nodig? En als je weet dat je zoveel klanten nodig hebt. laten we zeggen: je wilt nou, 10.000 euro per maand verdienen. lekker makkelijk, lak, makkelijk rekenen. Uh, je product kost 1000 euro, of je zou 1000 euro uh, overhouden aan je product, hè, met de BTW eraf en dergelijke. Dus 1000 euro per product. Nou, hoeveel klanten heb je dan nodig? Nou, 10 klanten per maand heb je dan dus nodig. Nou, dan is de volgende vraag dus: oké, okay, en wat heb je nodig om 10 klanten per maand te krijgen? Dat wil je dan een hypothese van maken van: oké, okay, als ik dat bijvoorbeeld via een presentatie doe en gemiddeld meld ongeveer. Uh, 5% of 10% van de mensen die zo'n presentatie volgt, meldt zich aan. Ja, laten we zeggen, even voor het gemak: 10% is gepauzeerd. Oké, okay, het internet viel er eventjes uit. Dus uh, we waren eventjes uh, ergens uh, in de ether uh, uh, verdwaald geraakt. Um, ben ik al op YouTube zichtbaar? Nee, ik ben nog. Oké, okay, dit is altijd zo'n mooie situatie. Op Instagram zijn we weer live, maar op YouTube nog niet. Oké, okay, op YouTube zijn we inmiddels ook weer live. Nou, jongens, er was even een grote internetcrash hier. voor de afgelopen 30 seconden. Dus uh, paniek, paniek, paniek. Ik uh, was al bijna van het balkon afgesprongen hier. In, uh, in paniek. Nou, we zijn er weer. Dus waar was ik ook weer met mijn verhaal? Oh ja, dus stel je voor, je wilt 10.000 euro per maand verdienen of overhouden. Nou, je hebt een product van 1000 euro. Dan heb je dus 10 klanten nodig. En dat betekent, als je, als je zou zeggen, nou, 10% van de mensen die mijn presentatie volgt, meldt zich aan. Dan zou je dus 100 mensen in je presentatie nodig hebben. Als je weet dat je 100 mensen in je presentatie nodig hebt, maar de realiteit, de koude, harde realiteit, is dat als mensen zich aanmelden voor je presentatie, dat vaak maar ongeveer een derde van de mensen komt opdagen. Dan weet je dat je dus 300. Aanmeldingen voor zo'n presentatie nodig hebt. En dus dan wordt eigenlijk jouw hele doel, wordt hoe kan ik 300 aanmeldingen voor die presentatie krijgen? En die conversiecijfers kunnen soms net wat anders liggen. Misschien dat bij jou 40% van de mensen komt opdagen, of misschien maar 20%. En dan kun je kijken hoe kan ik dat tweaken zodat dat hoger wordt. En misschien dat je wel, wel 15% conversie hebt, of misschien maar 5%. Ja, dus dat, of misschien heb je een andere prijs voor je product. Hè? Dus dat, die cijfers kunnen natuurlijk per persoon, per bedrijf verschillen. Maar als je een hypothese hebt, je hebt een voorspelling van... Hey, dit is wat ik ongeveer verwacht, en je blijft consistent je cijfers meten... Ja, dan, kun je, dan weet je gewoon voorspelbaar... Hey, zolang ik 300 mensen aanmeldingen per maand voor mijn uh, webinar training... of fysieke presentatie krijg, dan weet ik dat ik ook echt dat inkomen gemiddeld ga behalen. Ja, natuurlijk zal het per keer verschillen en de ene keer zal het meer zijn dan de andere keer, maar gemiddeld zal je een vrij consistent inkomen krijgen, omdat je gewoon voorspelbaar hebt gemaakt wat is nou aan de voorkant nodig om aan de achterkant dit bepaalde resultaat daaruit te krijgen. Ja, dus dan weet je, hey, mijn hele doel naast een effectieve webinar hebben, een effectieve presentatie hebben, is mijn hele doel is gewoon elke maand 300 aanmeldingen krijgen. Nou, dan zou je dat zelfs nog weer kleiner kunnen maken en kunnen zeggen: Oké, okay, als ik 30, 30 dagen in de maand heb, dan betekent dat dus dat ik elke dag 10 aanmeldingen voor mijn training wil krijgen. Nou, wat kan ik doen om elke dag 10 aanmeldingen te krijgen? Nou, stel je voor dat ik uh, per post die ik op social media plaats één uh, aanmelding krijg. Dan weet ik dat ik dus 10 posts op een dag zou moeten maken. Nou, 10 posts op een dag zou dan dus aan het einde van de funnel omgerekend 10.000 euro per maand betekenen. Nou, dat is natuurlijk niet altijd exact zo consistent door te trekken. Maar hè, ik wil wel dat je gaat nadenken over deze gedachtegang. Van hey, wat is er aan de voorkant nodig om aan de achterkant een bepaald resultaat eh, te kunnen krijgen? Nou, daarvoor een van de dingen die heel effectief kunnen zijn, wat ik zeker zou adviseren, is meet ook je resultaten. Kijk, een hele toffe tool die ik daar zelf voor gebruik, is bijvoorbeeld HIROS. Nou, ik ga je even kort laten zien wat HIROS betekent. Ik kan er wel bij zeggen. HIROS is een programma wat als je meer dan 5000 euro per maand een omzet genereert, geweldig. Koop het direct. Hè. Het is een vrij prijzig het programma, maar als je een, een redelijk consistent inkomen genereert, is HIROS waarschijnlijk een van de beste investeringen die je ooit gaat maken in je leven. Als je nog wat minder investeert of wat minder omzet genereert, is HIROS waarschijnlijk nog niet het beste. Uh, en kun je het beter. Zelf proberen in kaart te brengen. Maar ik ga je even laten zien uh, hoe dat werkt, zodat je een idee hebt van wat je daarvan kan verwachten. Nou, nogmaals, de mensen op Instagram, uh, ik ga je zo goed mogelijk meenemen uh, uh, in uh, wat ik zeg, uh, door wat de mensen op YouTube, Facebook en LinkedIn op mijn beeldscherm zien. Is natuurlijk uh, niet altijd even makkelijk. Dus als je zegt, nou, ik wil daar ook gewoon uh, in mee kunnen kijken, check gewoon eventjes op YouTube, op Facebook, op Instagram of uh, op LinkedIn uh, hoe uh, mijn beeldscherm eruit ziet. Dan zie je alle cijfers en alle conversies... Uh, en dergelijke. Ja, dus, kijk, via Hyros... wat je dus kunt doen, is je kunt allereerst... gewoon echt in kaart brengen van... nou, wat is er nou gebeurd? He, dus als ik hier instel de laatste... afgelopen 30 dagen, dus... 19 mei tot 18 juni... vandaag, dan kan ik gewoon in kaart... brengen van, oké, okay, wat is er gebeurd? He, en dan zie ik dus ook, he, wat ik net aangaf... van, he, ik, ik gaf net toch aan... van, je hebt 300 aanmeldingen nodig... nou, je ziet hier... Ik heb de afgelopen 30 dagen 210 aanmeldingen gehaald. Dus ik heb dat doel niet helemaal behaald van die 300, uh, 300 aanmeldingen. Uh, maar er zijn 21 belletjes uitgekomen: 21 belletjes met mensen. Er zijn 8 sales uitgekomen. En daar is uh, 15.600 nog wat euro aan omzet uitgekomen. Om specifiek te zijn: 15.658,64 euro. En 64 cent, ja. Dus, oké, okay, dat is de, de omzet. Nou, goed, dat is leuk en aardig. Hè? Maar weet je wat nou echt interessant is aan, het, uh, aan Hyros, aan het platform? Is dat je exact in kaart kan brengen, waar komt dat nou vandaan? Hè? Dus, waar komt dat inkomen nou vandaan? Want hè, het is leuk, oké, okay, 210 leads. 210 mensen die zich aan hebben gemeld voor een online training, voor een webinar of iets in die richting. Um, maar hoe zijn die mensen daar terecht gekomen? Nou, daarvoor kun je... Uh, via reporting. Bij HIRO's kun je dus echt een, 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 uh, een overzicht uitdrukken van waar mensen vandaan zijn gekomen. Dan moet ik zeggen, organisch en advertenties kan niet in één reporting, dus dat moet altijd apart. Dus dit is dan de reporting van organisch. Dus je ziet hier, het is een beetje verwarrend, want bij organisch zie je 11.000 euro omzet en bij. Uh, advertenties ook 11.655... en bij organisch 11.658. Dat klopt natuurlijk niet, want als je die twee optelt... dan kom je niet op 15.000 euro uit. Dus ergens gaat daar iets, uh, iets mis. Maar in ieder geval kun je wel in kaart brengen... waar komen mensen ongeveer vandaan. Ja, dus wat je hieronder ziet... Nou, je ziet allereerst... Oh, dat gaat, uh, ja. je ziet allereerst no traffic source... Nou, no source category... Nou, oké, okay, dus dat kun je dus niet echt in kaart brengen. Um, dan zegt hij wel dat er 7.500 euro omzet via een no-source category is gekomen. Uh, dus dat is dan moeilijk meetbaar. Hè? Dat heeft Hyros gewoon nog niet in kaart. Um, automatisch, nou, 2.000 euro omzet, dan zie je dus een, echt een overzicht van. Oké, okay, aantal mensen komen via livestreams, uh, aantal mensen komen via verschillende e-mails. Heb ik ook nog verschillende e-mails, verschillende uh, tags gegeven aantal mensen komen via Instagram, Instagram organisch. aantal mensen komen via verschillende livestreams, dus die zou je eigenlijk allemaal dan bij elkaar moeten optellen, om echt het consistente, het, uh, het consistent, hè, totale resultaat te krijgen. Nou, hier zie je dan via Upviral 0. Een uh, aantal mensen komen via verschillende websites, nou, dat is niet zo heel veel. Maar je kunt dus echt precies zien van, oké, okay, waar komen mensen vandaan, waar komen verschillende kliks vandaan. Waar komt de omzet ook daadwerkelijk vandaan? Hè? Dus je ziet hier van, nou, van deze 2000 euro komt dus allemaal via livestreams. Hè? Dus het heeft ook echt zin om, om te livestreamen. Um, je kunt ook zien hoeveel leads daar bijvoorbeeld uit zijn gekomen. Hè? Dus hoeveel mensen hun naam en e-mail hebben ingevuld. Dus het is iets waar je overal een overzicht van kan krijgen. Trouwens, het is soms een beetje onduidelijk. Hè? Want je ziet hier bij Upviral zie je dan nul staan. Maar je ziet hier wel 33 leads uit Upviral. Dus soms, soms is het even de vraag van... oké, okay, klop, kloppen de dingen nou wel exact? Maar je krijgt in ieder geval een beeld... van waar komen nou verschillende stukken vandaan? Ook bij General zie je nog Google organisch komen ook nog 10 leads vandaan. He, dus je kunt echt meetbaar in kaart brengen... van hey, waar komen mensen nou vandaan? He, als we als volgende gaan kijken naar uh, advertenties... dan zien we ook bij advertenties... Zien we Helaas weer het grootste deel komt via no traffic source. Dus uh, een groot deel is gewoon niet in kaart te brengen, blijkbaar. Um, maar je ziet wel automatisch. Nou, dat is hier dan Upviral. Nou, dan zie je dat daar ook 2000 euro in is gegenereerd de afgelopen 30 dagen via Upviral. En je ziet ook Google en Facebook. Nou, Google heeft in dit opzicht dus ook voor 2000 euro gezorgd, Facebook niet. Je ziet ook de kosten. Hè? Dus uh, bijna 400 euro investering in Google. En dus uh, 2000 euro opgeleverd. Dus, dus 1600 zoveel uh, aan winst. Nou, Facebook heeft alleen maar verlies gedraaid. Dat kan ook, hè? dat gebeurt ook wel eens. Maar hè, dat lijkt alleen maar verlies, maar er zijn wel 15 nieuwe leads bijgekomen. Dus 15 mensen waar ik misschien wel levenslange relatie mee opbouw. Nee, geen intieme relatie, maar gewoon een, een, een relatie waarin ik waarde geef. En waarin mensen mij misschien wel gaan volgen en blijven volgen. Dus, dus ook dat, dan lijkt het oké. Okay, aan de front-end verlies ik misschien wat geld. Maar goed, op, je, je creëert wel, je vergroot wel je bereik. Je vergroot wel je publiek. En op lange termijn komt daar misschien ook wel heel veel uh, moois uit. En dus je kunt eigenlijk bijna alles in kaart brengen. Nou, nou is Hyros, he, nogmaals. Hyros is fantastisch voor als je al wat meer omzet genereert. En al een iets groter uh, bedrijf hebt, laten we zeggen zo. Gemiddeld vanaf 5.000, 6.000 euro omzet, kun je zeggen van nou, dan wordt Hyrule echt super interessant om te gebruiken. Uh, als je daar nog onder zit, dan wil je in ieder geval kijken hoe kan ik dit zelf in kaart brengen. Nou, een van de manieren is bijvoorbeeld Bitly, ja, dat is zo'n uh, URL-shortener, dus een platform waar je je linkjes kan verkorten, maar je kan daar ook instellen dat linkjes meetbaar worden. Dus dat je bijvoorbeeld een ander linkje gebruikt voor Facebook, een ander linkje voor YouTube, een ander linkje voor Instagram. Zodat dus verschillende mensen vanaf verschillende platformen, dat jij kan zien: van hé, hey, dit linkje, linkje, daar is zo vaak op geklikt. Dit linkje is zo vaak op geklikt. Dit linkje is zo vaak op geklikt. En dat je ook redelijk in kaart kan brengen waar komen mensen nou vandaan. Nou, sommige platformen gebruiken dat ook zelf al. Hè? Dus zoals UpViral, wat ik je in het begin van deze livestream liet zien. Die brengt ook zelf al in kaart hoeveel mensen ongeveer. Um, zich inschrijven via Upviral, omdat ze dat zelf ook kunnen tracken. En bijvoorbeeld een e-mail-marketingprogramma, zoals bijvoorbeeld Mailblue, wat ik zelf gebruik, die brengt ook in kaart voor jou, van, hé, hey, hoeveel mensen komen nou via e-mail, en hoeveel mensen melden zich nou aan. Right? Dus heel veel van dit soort dingen kun je gewoon heel goed in kaart brengen. En om echt consistent nieuwe klanten aan te trekken, wil je in kaart brengen waar komen mensen nou vandaan? Want als je dat doel hebt van, oké, okay, ik wil 300 um, mensen per maand uh, hebben die zich aanmelden voor een training of iets wat ik, wat ik creëer, uh, dan wil je wel weten waar komen die 300 mensen vandaan? Wat is nou datgene? Wat is nou die 20% van acties die ik doe die 80% van het resultaat bewerkstelligen? Nou, wat ik ook met je wil delen voor vandaag is consistente actie. Kijk, wat je heel vaak ziet gebeuren, zeker bij wat meer startende ondernemers, is dat op het moment dat ze, dat ze eenmaal succesvol beginnen te worden, dat ze eenmaal wat meer klanten beginnen te krijgen, of bijvoorbeeld uh, wat drukker worden in het één-op-één coaching, of dat de trainingen wat voller beginnen te raken, wat gebeurt er dan is, dan stoppen ze eigenlijk met aan de voorkant uh, de, de promotie, hè, de marketing om nieuwe mensen binnen te halen. En wat je daardoor ziet, is dat er een soort van. Uh, dus ja, een soort van heuvelachtig landschap ontstaat, waarbij de resultaten omhoog gaan. Dan zit je weer op je top van je resultaten. En dan denk je, nou, ik kan nu alweer wat rustiger aandoen. Dan zakt je resultaat weer in totdat je bijna geen resultaat meer hebt. En alles als het ware bijna wegvalt. En dan denk je, op een gegeven moment ontstaat motivatie. Dan denk je, oké, okay, ik moet nu maar weer eens hard lopen. Anders gaat het helemaal mis met de business. En dan begin je weer keihard te lopen. En dan gaat je resultaat weer naar een piek toe. En dan zakt het weer in. Ja, een van de dingen waar ik heel sterk in geloof, is consistente actie. Je ziet hier mij elke ochtend op freaking Instagram, op Facebook, op YouTube, op al die verschillende platformen. Uh, zie je mij langskomen. Waarom? Ik geloof heel sterk in, in consistentie. Ja, ik heb vandaag de hele dag een training uh, die ik geef, morgen ook op zondag. Right? Maar je ziet mij wel ochtends hier de livestream doen. Soms uh, bij een NLP-opleiding, als ik dan ochtends geen tijd heb, dan zie je mij om 11 uur s'avonds aan het einde van de training, zie je mij nog met half dichtgeknepen ogen van, oh, we zijn vandaag de hele dag bezig geweest, we hebben een enorme impact gemaakt, meditaties, mensen zijn in tranen geweest, we hebben enorme doorbraken gehad, maar ik wil nu nog eventjes 10 minuten een livestream doen, nog eventjes hiervoor gaan, right? En dan denk je misschien, Pim, je bent net een gek, right? Waarom ga je om 11 uur s'avonds of om 1 uur s'nachts nog een livestream doen. Terwijl je de hele dag training hebt gegeven, de hele dag impact hebt gemaakt op, op 300 mensen. Maar ik weet, ik ken de kracht van consistentie. Ik heb die dat heuvelachtige landschap vaak genoeg doorgemaakt als ondernemer. En ik heb zoiets. Ik ga dat zo min mogelijk doen. En een beetje ups en downs kun je nooit voorkomen. Ik geloof business is altijd ups en downs. En dat is prima. Alleen je wil in ieder geval zoveel mogelijk consistentie te creëren. Je wilt zoveel mogelijk consistent houden. En dat doe je door consistent actie te ondernemen. Maak een commitment voor jezelf. Van hé, hey, ik ga elke dag even vijf minuutjes live bijvoorbeeld. Of ik ga elke dag eventjes iets doen om mensen te vragen om doorverwijzingen. Of ik ga elke dag eventjes een e-mailtje sturen. Met een kort een aantal waardevolle tips voor mensen om ze verder te helpen. Of, ik ga elke dag eventjes... Iets anders doen, wat het ook is, hè, maar door consistent actie te nemen, zul je vanzelf logischerwijs merken dat je resultaat ook meer consistent wordt. Nou, als laatste wat ik nog met je wil delen is: uh, spreid je kansen. En um, even kijken, Ik wil ik je ook kort even iets laten zien. Kijk, ik heb je best veel data van mij laten zien. Hè? Verschillende, waar komen mijn klanten vandaan? Hoeveel klanten? Uh, wat is de omzet van de afgelopen maand geweest? Um, maar één ding wat ik je nog echt wil laten zien, wat super waardevol is, dat is, uh, is het volgende. En uh, daarvoor, hè, voor de mensen op Instagram, check weer eventjes. Kijk gewoon mee. Desnoods zet je twee, uh, twee social media dingen naast elkaar. Uh, via Facebook, YouTube en LinkedIn kun je eventjes mijn scherm zien. Dan zie je ook echt waar ik het over heb. Kijk, één ding wat heel belangrijk is, wat ik heel erg heb gemerkt, is dat, er gewoon, um, dat de resultaten op verschillende platformen niet altijd consistent zijn. He, dus bijvoorbeeld, dit zijn mijn Facebook kosten per aanmelding. He, dus als ik advertenties draai, dan zie je wat kost het mij per aanmelding voor een webinar. Nou, je ziet in totaal dat het gemiddeld ongeveer 16 euro kost. Nou, dat is voor mij prima, want het levert over het algemeen veel meer op dan 16 euro. Liefst zou ik het natuurlijk 5 euro hebben of 6 of 7. Maar goed, 16 euro per aanmelding voor mijn presentatie. Dan komt ongeveer een uh, derde komt opdagen. Hè? Dus je betaalt best wel flink. Hè? Het is bijna 50 euro wat ik betaal per persoon die aanwezig is. Uh, maar goed, uiteindelijk met een krachtige presentatie kun je dat er zeker gewoon uithalen als je, als je weet wat je doet en een krachtige presentatie hebt. Uh, maar. Wat ik je ook wil laten zien is, soms zit dat, hè, die kosten per lied zit op 16 euro, 17 euro, 12 euro, 11 euro, 13, 16. Soms gaat het heel goed. Maar soms gaat het ook helemaal niet goed. Soms zit het op 45, 27, 22, 38, 32, 22, 40 euro zelfs. Dat is super duur, moet je je voorstellen. Als ik 40 euro per aanmelding betaal. He, dus 11 aanmeldingen, dat betekent dus gewoon 450 euro geïnvesteerd voor 10 mensen die zich hebben aangemeld. Dat zijn waarschijnlijk 3 of 4 mensen die aanwezig zijn. Ja, dat is best heel duur. Ja, en daar, dat is heel lastig om dat, om dat echt rendabel te maken en daar echt geld uit terug te verdienen. Maar wat is nou het goede nieuws? Daarnaast deed ik ook YouTube. En bij YouTube zie je een beetje hetzelfde. Right? Ook soms 5 euro, 12 euro, 16, 14, 12, 13, 13. Maar ook soms 32, 27, 28, uh, 37. Dus dat verschilt. En weet je wat nou het mooie is? Kijk, je ziet hier bijvoorbeeld, neem, neem deze. 11 euro op Facebook, 32 euro op YouTube. Nou, dus YouTube ging echt totaal niet, maar Facebook liep heel lekker hier. Nou, hier liepen ze allebei niet zo heel lekker. Hier 13 euro op Facebook, 27 euro op YouTube. Oké. Okay. Nou, hier gaat Facebook dus goed. Maar hier, Facebook 35, super duur. Maar YouTube 20, nou, dat is in ieder geval wat goedkoper. Dus dan kan ik wat meer op YouTube leunen. Um, 40 euro kosten per lead uh, op Facebook, super duur. Maar slechts 15 uh, op, op, uh, op YouTube. Dus toch 52 uh, aanmeldingen via YouTube kunnen krijgen hier. Snap je? Dus als ik maar één platform had gebruikt... Hè, ik zie soms... Advertenties op, uh, op social media langskomen van, uh, van, van uh, business-goeroes en uh, Instagram-goeroes en Facebook- en YouTube-goeroes en noem het maar op. En die zeggen: Oh ja, YouTube-advertenties, echt the way to go. Facebook-advertenties, die moet je nu gebruiken. En al die andere platformen die werken niet, en noem het maar op. En um, mijn persoonlijke ervaring, hè, als je dit gewoon terugziet, als je dit gewoon puur qua cijfers onderbouwt. Dan zie je simpelweg van hey, op het moment dat YouTube werkt, werkt Facebook soms niet. Als ik maar één platform zou gebruiken, zou ik op dat moment um, zou het heel riskant zijn. He, zou ik misschien wel de business verliezen of in ieder geval heel zwaar verlies draaien op dat moment. Maar omdat ik mijn kansen eigenlijk spreid, he, omdat ik verschillende platformen gebruik, merk je dat als het ene platform niet goed werkt, dat het andere platform dan een beetje overneemt. Dit zie ik ook op kleine schaal constant op, uh, op livestream gebeuren. Hè? Nu zijn er vijf mensen op Facebook, YouTube, LinkedIn aanwezig. En twee mensen op Instagram. Terwijl toen we deze livestream begonnen waren er zes mensen op Instagram. En maar twee op Facebook, YouTube en, en LinkedIn. Dus ook daarin merk je dat het wordt meer, het wordt minder, het wordt meer, het wordt minder. En dat is helemaal prima. Right? Maar als je, als je al je eieren in één, uh, in één mandje hebt zitten. en je laat het mandje vallen. Ja, dan is alles in één keer weg. Dus als jij compleet afhankelijk bent van Facebook-advertenties, of als je compleet afhankelijk bent van je YouTube-kanaal organisch, en YouTube verandert in één keer hun algoritme, ja, dan ben je in één keer. Ben je gewoon al je consistentie kwijt. En dus ook al je klanten uh, ben je op dat moment kwijt. En dus geen consistentie, uh, of geen consistentie in de nieuwe klanten die je aantrekt. Op dat moment. Ja, dus zorg ervoor dat je consistent actie onderneemt en zorg ervoor dat je je kansen enigszins spreidt. Nou, als je tegelijkertijd heel belangrijk, hè? als je mij langer volgt, dan weet je hoe, hoe een fanaat ik ben op focus. En dat ik altijd zeg, je wil je focus niet spreiden, dus je wil een laser focus hebben op bepaalde onderdelen. Daarom vind ik zelf bijvoorbeeld dit, dit Restream-platform wat ik gebruik, vind ik gewoon super tof. Ik ga gewoon elke ochtend zitten en ik zeg, nou, ik zet. Mijn restream aan en daar Facebook, YouTube, LinkedIn. Wordt gewoon automatisch gestreamd naar dat platform. En dan zet ik mijn telefoon ernaast en dan stream ik via Instagram. Right? Dus ik kan mijn kansen spreiden zonder dat ik mijn focus hoef te spreiden. Want het enige wat ik hoef te doen is eventjes die dingen neer te zetten en gewoon te gaan babbelen in de camera. Right? Dus um, zo kun je alsnog je kansen, kansen spreiden. Nou goed, nogmaals, hè, zoals ik in het begin van de livestream ook heb, heb gezegd. Als je hier nou dieper in wil duiken en ook wil leren hoe je zelf zo'n systeem kan creëren. om consistent die nieuwe klanten aan te trekken. Um, en vooral het online systeem. want ik heb al honderden video's gemaakt. om je te helpen met het presenteren. Ik help ook professioneel uh, sprekers, coaches, experts. om krachtige presentaties te geven. om daarmee uh, hun ideale klanten aan te trekken. en meer winst te creëren in hun bedrijf. Um, en als je nou, dus hè, daar heb je waarschijnlijk. heb je mij al heel vaak over horen praten, zo niet. Blijf me gewoon volgen, dan hoor je me vanzelf daar meer over. Um, maar als je, uh, hoe heet het, als je, als je de online stuk wil meesteren, hè, dus de webinars, uh, maar vooral de pagina's, hè, je website, krachtige pagina's wil creëren. Waar je ook echt vanuit 200 nieuwe leads uh, ook kan zorgen dat mensen daadwerkelijk komen opdagen. Of ko kan zorgen dat mensen daadwerkelijk zich aanmelden voor zo'n webinar of voor zo'n live presentatie. Uh, check dan eventjes de online training die Maarten binnenkort als gasttrainer komt geven. Aanstaande dinsdag om half acht avonds. Uh, winst uit je website. Meer winst uit je website. Het is een training die hij komt geven. Speciaal voor mijn publiek. Waar we dus ook echt gaan hebben over de uitdagingen waar jullie voornamelijk tegen aanlopen. Ik merk dat voor heel veel mensen dat technische stuk, dat ze daar toch een beetje op vast blijven hangen. Van hé, hey, hoe doe ik dat nou? Hoe creëer ik nou zo'n website die ook echt voor me gaat werken? Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf daarmee krachtig kan promoten? En vooral op een website, hè, wat zijn nou die paar dingen die het grote verschil maken? Hè, want ik zie sommige mensen die zijn maanden met hun website bezig voordat ze eindelijk het gevoel hebben dat ze klaar zijn om nieuwe klanten aan te trekken. En ik geloof dat je in een dag jouw website klaar kan hebben. Om jouw webinar naar buiten te brengen of jouw presentatie naar buiten te brengen en daarmee nieuwe klanten te gaan aantrekken. Ja, dus je hoeft daar echt niet meer dan een dag mee bezig te zijn. Misschien als je hier net mee begint en je, hè, je moet alles nog oriënteren en weten hoe het werkt, misschien ben je dan twee of drie dagen bezig. Maar langer dan een week hoeft het echt niet te duren. Anders ben je gewoon op de 80% van dingen aan het focussen, die slechts 20% van het resultaat opleveren. Dus als je dat merkt, als je al te lang met je website bezig bent. Check dan die training aanstaande dinsdag half acht avonds. Dan gaat Maarten het echt hebben over hoe kun je nou focussen op datgene wat echt het verschil maakt. Om meer winst uit je website te halen. Goed, dat gezegd hebbende, toch weer een lange livestream geworden vandaag. Ik hoop dat je hier waarde uit kan halen. Dit zijn echt een aantal tips en adviezen waar ik zelf jaren over gedaan heb. Om deze dingen te weten te komen, om deze dingen te ontdekken. En ik, geef, ik deel gewoon met je. Mijn rauwe realiteit. Right? Gewoon waar komt mijn omzet vandaan? Waar komen mijn aanmeldingen vandaan voor webinars en online trainingen? Uh, dus, hè, dit kun je echt gebruiken om gewoon te modelleren en zelf ook een bedrijf te bouwen, wat um, in ieder geval op een consistente basis jouw nieuwe klanten aantrekt. Nou, dat gezegd hebbende, geniet van je dag vandaag. Maak er vandaag wat moois van. Wij zien elkaar binnenkort weer. Dus, bij deze, ciao ciao.